muziekje hebt? Met een liedje. Voor stopper. Oké. Ja, ten eerste zoals het ook bij gaat, natuurlijk een geweldige georganiseerde dag. Ook voor de jongens een super dag, denk ik, dag om niet te vergeten. En voor mezelf, ook voor de trainer natuurlijk, dat ik zelf ook punten af kan pakken om in mijn eigen training mee te nemen. En om mezelf als trainer te ontwikkelen. Ja? Ja? Want je moet? Een beetje naar voren. Dan heb je een betere? Dan kun je meer gas geven. Ja, ik eigenlijk hetzelfde. Belangrijk plezier staat voor mij natuurlijk vooral. Ja. Daarbij vind ik het belangrijk dat de meiden op de training uitgestrekt zijn. Ik vond hem vandaag super. Het was leuk geregeld, prima georganiseerd. De jongens waren er echt heel enthousiast over. Natuurlijk omdat ze ook bij FC Twente trainen. En ook natuurlijk over de training zelf, hoe die in elkaar zit. Wat heb je geleerd van de voetbaltraining? Misschien ook persoonlijk? Ja, ik heb zelf vooral ook van de trainer geleerd. Ik heb naar gekeken waar hij mee bezig was. Hoe hij tegenover de jongens stond. Hoe hij eigenlijk bepaalde dingen naar de jongens toe bracht. Wat voor mensen die alles stillegt. En natuurlijk ook op de oefenstaf. Technisch ook richting de jongens. Als jullie het filmpje zien, nogmaals, ik heb het in de kleedkamer ook al gezegd, ik heb echt van jullie genoten. Jullie zijn een leuk ploegje,